Oké, nou, Siobhan en Christina, we gaan verder met de samengestelde klanken. En dat zijn er maar vijf. Maar dat zijn wel, denk ik, de klanken die jullie het moeilijkst vinden om uit te spreken. Tenminste, dat hoor ik vaak. En daarom moet je ze echt even goed uit je hoofd leren kennen. Dus misschien is het handig om dit ook thuis even op te schrijven. I, oe, ui. Au. En ik doe even één au. Ik had al laten zien, hè. Er zijn twee au's. En die noem ik dan met de kinderen altijd een atje au met de a. En een otje au met de o. Maar het klinkt hetzelfde. Dus voor nu doen we even de één uitkiezen, de atje au. En die klinkt dus ook als de otje au. Oké. Okay. Dus kijk, de i is van dier en mier en kier en wiet en dier. En het is een echte i met een e en een e. De i. En dit is het woord van uil en van buik en ruik en huis. De ui. En dan in het midden, dat noem ik altijd de poesletter, want ik zeg dan is dat zijn buik en dan is daarna zijn staartje de oe. De oe. Dat zegt bijvoorbeeld een uil, zegt oe, hoe. Weet je nog van het verhaal? En dit is au van bijvoorbeeld paus of pauw of klauw of hout of stout. En deze is echt lastig, hè? Dat is de eu. Kijk goed naar mijn mond. Eu. Ja, en de eu is bijvoorbeeld van reus en van leuk en van keuken en van deuk. Ja, eu. Oké, dan zeg ik een letter en dan moeten jullie hem aanwijzen op de telefoon. Welke letter het is. Oeh. Ja, in het midden. Eu. Ui. Au. I. Oe. Nou, voor deze klank, voor deze gebaren, voor deze klanken zijn ook klankondersteunende gebaren. En die zijn heel handig. Kijk bijvoorbeeld, ik maak eerst de u. En dan een puntje van de e. En daarmee maak ik dus een ui van huis. Dus onthoud je, een huis heeft muren en een dak. Dus hij heeft altijd eerst muren, dan maak je de u. En dan het dak. Dat is met de e. De ui. Ui. En de oe, daar hadden we het al over de poes. Dan maak je eerst een o. Die weet je nog wel, hè, van de korte klanken. En dan zijn staartje. Oeh. Dus dat is van poes. Oeh. En de eu, dat is van reus. En dan doen we alleen maar zijn neus. De neus van de reus. En au, dan maak je het gebaar van een klauw. Dus dan ben je een enge vogel met hele grote klauwen. En dan zeg je au, au. Au, au. Dus ui, oe, au, eu. Maar de leukste is toch wel de i. Want bij de i zet je eerst het muurtje neer. Dat ziet eruit als een e. Dit is het nagel, is het puntje. En dan maak je met je hand een e. Dat is eigenlijk een autootje. Kom je aanrazen. En dan knal je tegen de muur. En dan is dit de e. Dus bij de i schrijf je altijd eerst de e. En dan de E. En dat kan je zien aan het klankondersteunende gebaar. En het geluid is natuurlijk van een auto die gaat stoppen. Dat zijn de klankondersteunende gebaren van de samengestelde klanken. Ja. En bij het volgende filmpje ga ik korte woorden met jullie in alle klankgebaren doen. Ben ik benieuwd of jullie ze nog weten. Doei!